Vandaag gaan we helemaal naar Noord-Holland, naar Haarlem. Want daar zit een bekende Nederlander hier doken op ons te wachten. Dat heet Henk Grol. Are you ready for the groove? Het moment is nu eigenlijk aangebroken. Ja, hallo. Hey Max. Hi. Wat doen we? Een elleboog zo of niet? Ja, een elleboog. Een elleboog. Ja, ik heb vroeger ook op judo gezeten. Oh, kijk. Dus je gaat nog judo leren, zo meteen. Ja. Dat meen je niet. Wat leuk. Ja. En heb je er zin in? Ik heb er zin in. Want ja? dit is een droom dat ik met een bekende Nederlandse judoka ga judo straks. Oh, dat meen je niet. Dit is een mooie kleedkamer. En ik ben benieuwd, want als je moet judoën, dan ben je in spanning. Zeker ben ik dan in spanning. Ja. En hoe vaak ga jij om een uur, als je moet judoën, naar de wc? Ja, wel vaak. Ja, dat klopt, ja. Ja. Is het een beetje warm worden? Ja. Kom maar. Ik doe als een beetje rennen achteruit. Ars. Je hebt heel veel medailles gewonnen. Op welke medaille ben je meest trots? Mijn Olympische medailles die hebben toch wel de meeste waarde voor mij. Een Olympische Spelen is eens in de 4 jaar. En daar droom je als kind van. Ik had natuurlijk heel graag daar op het hoogste tree willen staan. Dat is niet gelukt. Maar ik ben heel blij met 2 bronzen medailles. Daar ben ik heel erg trots op nu. Ah, doe maar niet, Max. Welke nadelen heeft het leven van een topsporter? Ja, zo. Heb je even of niet? Er zitten wel consequenties aan een topsportbedrijf, dat klopt. Je moet heel vaak feestjes en verjaardagen afzeggen, omdat je de volgende dag moet trainen. Je bent er eigenlijk 24 uur per dag mee bezig, maar ook 365 dagen per jaar ben je ermee bezig. Maar je wil ook altijd beter worden. Ja, ja. Dat is wel, ja. Een dag niet getraind is een dag niet geleefd. Oké, we gaan zo meteen een klein wedstrijdje doen. Is goed. Ik moet even kijken hoe sterk jij bent. Nee, heb je hem al? Ik heb hem! Ja, ik heb hem, Max. Ik heb hem. Oké, nee. Dit is wel makkie trouwens. Denk je dat? Dan pak hem dan. Oké. Oh nee. Ja. Ik heb er 3 echt gewonnen van. Wat doe je als je het even tegen zit om jezelf weer positief te krijgen? Ik probeer dat dan een plekje te geven, maar ik ging altijd wel door met hard. Ik vond hard trainen, als ik dan heel slecht gevoeld in mijn lichaam, dan ging ik heel hard trainen door het harde werken. En dan kon ik dat weer een beetje op een goede plek, of een goede plek geven zeg maar, in mijn hoofd. Dus door heel hard weer te werken kwam ik er eigenlijk weer een beetje vanaf. Dan kon ik weer denken aan het volgende, dan ging ik me op de volgende wedstrijd richten. Dit is mijn allerbeste move. 1, 2. Dat was mijn allerbeste move. Ik heb gelezen dat je vader wordt van een zoontje. Wil je dat je zoontje zo weer op judo gaat? Okay. Ik vond het heel erg mooi om te judoën, maar ik vond het ook wel af en toe wel pittig. Ik vond het af en toe wel een zwaar bestaan. Dat heb ik ook mezelf aangedaan. Dus ik twijfel daar soms wel een beetje over of ik dat zou willen. Maar hij mag zelf de keuze maken. Als hij dat zou willen, dan zou het wel voor mij mogen. Maar heb jij wel eens een Olympische medaille vast gehad? Nee. Nee? Oh nee! Wow. Een verrassing, en die mag ik houden. Ja. Ja, wel lief zijn, hè, voor mij, hè? Ja, doe ik. Ik laat hem even zien aan de mensen thuis. Ja. Vind je hem mooi, of niet? Ja, de eerste Olympische medaille. Zo. Judoka's hebben vaak blonko-oren. Van die hele dikke, hè? Ja. Hoe kan dat jij je niet hebt? Ik heb het een klein beetje aan mijn rechteroor en dat is gewoon geluk. Ik heb kleine oortjes en mijn kraakbeen is een beetje zacht, waardoor ik er minder vatbaar voor ben. Maar het is ook gewoon geluk. Hé, hey, kraantje! Hey, Max! Ah, oude vriend, hoe is het met jou? Hoe gaat het dan? Hoe is het jou? Ik sta hier met Henk Grol. Ben je aan het winnen of niet? Nou, ik heb al gewonnen met 3-1 van Henk Grol. Ja, maar Henk is ook zo slap als een vaatdoek. Ja, dat snap ik wel. Ja. Nee, wij zijn vrienden, hè? Ja, dat is wel een vrienden. Okay, en ik heb een vraag. Wil jij, kinders, in mijn show komen? Dat hoef je toch niet te vragen? Tuurlijk doe ik dat. Dankjewel! Tuurlijk, altijd. Als jij het vraagt, doen we het. Dankjewel, kraatje. Oké.
Oké, dan Max, dan zie ik je snel, ja? Ja, ik zie je ook snel. Hoi! Ah, de enige echte handtekening van Henk Krol. Dit was vet. Dit was gaaf. Dit is gewoon, dit is... legendarisch. En nu gaan we omkleden. Yes. Oh, oh, oeps. Dat moet echt afgeknipt worden. Oh, dit is gênant. Dit is gênant. Ups. Ik dacht dat de camera uit stond.